In deze video komen we achter alle geheimen van de smulgrotten. Ook nemen we buiten een kijkje, want Bowser die begint los te gaan. Er zitten heel veel extra badges verstopt in de smulgrotten. En via een schaduwwereld vinden we een geheim level. De vorige keer kon ik volgens mij dit kasteel nog niet vrijmaken, want toen had ik nog niet genoeg wonderbloemen, maar nu wel. Ik bedoel wonderzaadjes, ik blijf bloemen zeggen. Zijn helemaal geen bloemen. Maar nu kunnen we het paleis van de smulgrotten wel gaan aanpakken. Hoppakee, let's go. Oké, daaronder is gelijk al een 10 munt. Die kunnen we wel pakken, denk ik. Moeten we gewoon even chillen. Gewoon een beetje zo blijven lopen. Ja, wat een idee. Niet zo, die was niet zo moeilijk. Dan neem ik even deze mee. Oh my god. Oh, zo. Die was wel vals, moet ik eerlijk toegeven. Hebben we hier nog meer van die potjes? Oké. Daarboven is een 10 munt. Die moet ik zien te pakken door op hun hoofd te springen, denk ik. Zo. Lekker. Oké, die hebben we te pakken. Heel nice. Power-up. Die is zeer welkom, moet ik eerlijk toegeven. Kunnen we deze even... Hoppakee. Eventjes droog maken. Of ik... Ja, nat maken bedoel ik juist precies. En ik daar uitdroging stoppen en de wonderbloem activeren. Oké, hoe werkt dit? Oké, we zijn weer een blob geworden, jongens. Let's go, Bladio. Lekker. Hier naartoe. Oké, gaan we deze activeren? We kunnen niet zo heel veel. We zijn gewoon een blob. Niks meer en niks minder. Oké, even alle vuurballen zien te ontwijken. Dan moeten we even springen. Zo. Ik kan ook aan de binnenkant gaan zitten. Dat zou misschien nog makkelijker zijn. En sterker nog, we moeten aan de binnenkant gaan zitten. Om daar die 10 munten te kunnen pakken. Let's go. Ja. Cool. Oké. Soepel. Soepel. Heerlijk. Goed gedaan. Gaan we lekker zo bovenlangs. Zo. Oh, daar is een vuurbal. Daar kunnen we dus even niet langs. Dan moeten we even zo springen. En dan moeten we hierop. Ga ik eventjes tegengestelde richting. Zo. Hoppakee. Binnenkantje pakken. Ja, hebben we een uppie. Oké, gaan we zo. Ja, lekker. Top dit. Top. Soepel gaat dit, hoor. Hey, man. Ik zit er opeens weer lekker in. We hebben alles in dit level gehaald. Moeten we denk ik alleen nog Bowser Jr. gaan verslaan. Bowser Jr., let's go. Ik kom je halen. Oh, het lijkt trouwens wel alsof ik Bowser zelf hoorde in plaats van Bowser Jr. Ah. Jammer dat ik een mushroom heb, maar maakt niet uit. Dan gaan we het daarmee doen. Hallo, Bowser Juniorus. Ik heb genoeg met jullie gespeeld. Mijn papa's grote boze wonder is veel spannender dan met jullie spelen. Dus jullie mogen hem niet lastigvallen. Ja, je kan van alles proberen, vriend. Kom maar. Wat, Sivlots. Waar ben je dan? Oh, daar ben je dan. Oh, ga je springen? Is goed hoor. Gaan we springen. Is helemaal goed. Hier, ik spring ook. Oh, op jouw hoofd wou ik springen. Lekker! Ik kan ook hard en vals lachen. Oh, kijk, hij doet me na. Oké, Bowser Juniorus. Oh, wat vet. Deze plateaus bewegen. Wat is dit cool. I love it. Dit is heel vet gedaan. Oké, Bowser. Ben je daar weer? Oh, je gaat nog verder omhoog? Wat ziek idee. En nu? Oh, nu zijn er 3 Bowser Juniorussen. We moeten dus die ene gekleurde pakken. Er zijn 2 die zijn een beetje grijs geworden. Die zijn oud. Oude mannen. Even een beetje bij me in de buurt blijven. Wat ziek idee. Wat heb je nog meer voor trucjes dan? Huh? Nog een keer? Je gaat nog een keer met z'n drieën? Oh, en nu in het donker, zodat ik het niet kan zien. Ik moet nu volgen welke het is. Ik kan het niet meer zien. Het is 1 van deze 2. Ik weet niet welke. Ik weet niet of die nou hier links is. Ja, volgens mij is dit hem wel, trouwens. Volgens mij is dit hem. Volgens mij heb ik hem. Ja. Lekker. Ja, Bowser Juniorus. Dat was het dan, hè? Ben je weer weg? Ga je er weer vandoor? We got him! Yo, het koningszaadje! Maar er was er toch nog één. Eentje bij een kasteel met dat we 25 wonderzaadjes moesten pakken. We zijn toch nog niet klaar? Zijn we wel klaar? Ik geloof er niks van. We zijn helemaal nog niet klaar hier in deze wereld, hoor. Ik ben in de war. Ik ben in de war. Ze zeggen dat we het koninkrijk hebben gered. Nu we het laatste koningszaadje in handen hebben, maken we ons op voor de allergrootste uitdaging. Kunnen we Bowser verslaan? Kunnen we het bloemenrijk redden en de hele wereld? Volgens mij zijn we echt nog niet klaar, hoor. Kijk, want deze kan nou wel gered zijn, maar er is nog een heel ander kasteel. Ja, nee, daar wil ik nog helemaal niet naartoe. Nee, want ik wil nog niet. Ik wil nog niet naar de tulpenkust. Verdorie. Waarom gaat dit allemaal automatisch? Ik ben nog niet klaar in de smulgrotten. Allemaal leuk en aardig dit. En ik denk dat iedereen heel blij zal zijn. Maar we waren dan nog helemaal niet klaar daar beneden. Kijk, deze gaat nou wel weg. Nu is die soort van onbeschermd. Nu op naar Bowser, zegt Florian. Oh, maar de... Zie je? Er gaat wat fout, hè? Wat was dat? Er is hier iets mis. Ja, er is iets heel, heel erg mis. Bowser wordt kapot boos. Hij is zwaar geïrriteerd. Ah!
Jullie zijn te laat. Ik heb alles voorbereid voor het reusachtige, nee, gigantische wonder. Jullie zullen wel vreselijk nieuwsgierig zijn wat ik voor jullie in op de planning heb staan. Vooruit, omdat ik zo groot ben, kan ik jullie best een voorproefje geven. Jullie slampampers, hoeven alleen maar mijn kasteel te zien te bereiken. En daar is jouw kasteel. Bowser lijkt erg zeker van zichzelf, als het maar niet te laat is om te stoppen. Maar als wij het niet proberen, wie dan wel? Op naar het kasteel. Ja, allemaal leuk. Maar nogmaals, ik was nog helemaal niet klaar in de smulgrotten. Want ik kon hier ook aan de rechterkant nog naar beneden. En dan had je hier denk ik ook nog allemaal levels. Zie je, de slingerschot badge, die moeten we ook nog pakken. Ik wil deze game gewoon 100% uitspelen. We gaan vliegen! Super cool. Oh, wacht even. Oké, dan moeten we eerst hier. En dan moeten we dit zo timen. En dan... Oké, dit komt heel nauw. Hij gaat een beetje naar boven. Dus ik heb het gevoel alsof ik dan iets eronder zo moet schieten. Ja. Oh, wacht even. Maar daar is wel een 10-munt. Wacht even, jongens. Daar moeten we eerst naartoe. Huh? Zo. En dan... Hoppakee, juist. En dan was daar ook ergens een 10-munt, zo te zien. Die hangt er daar toen tussenin zo. Ja, cool. Die hebben we ook. Ja, dit gaat wel goed komen. Dit gaat wel goed komen. Hoppakee. Waar is die volgende 10-munt? Ik ga vallen. Kan hem bijna. Komt goed. We moeten gewoon hier vallen. En dan... En dan... Ja, zo. Hoppakee. En dan kunnen we ook de top van de toren grijpen. Hebben we weer een nieuw wonderzaadje en een nieuwe badge natuurlijk. Lekker. Oké, dan gaan we nu hier naar links. Ja, en hier zijn de overige 3 wonderzaadjes die we nog nodig hebben. 2 zitten in dit level in vuur en vlam. Er zijn verhalen over oude grotten die zich onder de lava zouden bevinden. Oké, maar... Wow, wat is dit? Ik moet deze eventjes zo... Oké, naar beneden trekken. Ja, cool. Let's go! 1, 2... Ja, die heb ik nodig. Die wil ik hebben. Oké, en jij staat daar. Dan moet ik even zo op jouw hoofd springen zo. En zo 10 muntje pakken. Top! Kan ik hierin? Nee. Dan moeten we even deze naar de zijkant halen. En doorlopen. Oh, daar is ook weer een 10 munt. Maar misschien kan ik daar wel vanaf deze kant zo opkomen. Ja, dat gaat ook wel lukken. Kijk, gewoon zo. En dan hoppakee. Okay, even rustig kijken. We kunnen hier naar boven. Zo. Lekker. Kunnen we hier nog verder naar boven, denk ik? Oh nee, we hebben hier een boor nodig. Dus even kijken of we een boor power-up ergens kunnen vinden. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. Zo. Oké, dat was het enige wat we met de boor power-up hadden kunnen vinden. Even koekeloeren wat hier allemaal gaande is. Ik denk dat we gewoon lekker hier naar beneden moeten knallen zo. En dan dit. Kijk, hiermee kunnen we dus eventjes die vlammetjes tegenhouden. Maar misschien moeten we er ook wel tussendoor trouwens. Oh, dit is heel zonde. Dit is heel zonde. Ik wilde dus eigenlijk even dat dingetje gaan pakken daar. Oh, nee. Oh, dit was suf. Even kijken of we die piranha planten dan zo van de bovenkant nog eens weg kunnen halen. Kijk, dat is er 1. Nu dus de rest nog even. Ja, dat is 2. Oké. Ik heb geen idee of het nou echt iets belangrijks is wat we nu gaan pakken, hoor. Misschien valt het allemaal wel mee. Kijk, want we hebben het eigenlijk dus nu alleen maar voor muntjes gedaan. Heb ik daar mijn leven voor op het spel gezet? Nou ja, prima. Wee! Oh my god, ik had dat gat helemaal niet gezien. Ik was daar gewoon lekker casual aan het spelen. Zit er op... Oh nee, zit er opeens een gat daar in de midden. Ik wil het weer te snel doen. Ik ben niet gefocust, jongens. Zit hier nog wat geks? Nee, buizen. Oké, gaan we zo. Oeh, Goombatje. Wat er gebeurt er als ik hier aan draai? Ik probeer het maar gewoon en dan zie ik wel wat er gebeurt. Oh, dan kan ik hier op. Ja, en dan kan ik deze 10 munt pakken. Oké. Blijkbaar zit het wonderzaadje ook hier in de buurt. Dat gebeurt denk ik als ik hier aan draai. Zo. Ja, oké. We hebben een hele verdrietige Goomba nu. Wat? Oh my god, ik kan opeens in de lava zwemmen. Wat lijp. Freaking Mario zwemt gewoon in de lava. Te goed. Kan ik nu ook gewoon tegen die lava dingen? Dat zou echt chill zijn. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Ik denk het wel. Dat zal toch haast wel. Lijkt me wel logisch. Oké, waar gaan we nu naartoe dan? Hier naartoe. Dat is de 1. Volgens mij kan ik ook daar naar boven trouwens. Kijk, hier zo. Oh. Wat is hier dan? Gaan we hier ook even eentje pakken? Zo. Ja, ik kan gewoon lekker tegen de lava nu. Dat is top. Eentje kunnen oppakken. Even kijken wat er gebeurt als ik een verre sprong maak naar links toe. Ja. Daarboven is er namelijk ook 1.
We kunnen al die piranha planten nu gewoon heel makkelijk slopen. Dat is zo lekker. Oh, en dit was de laatste al. Heerlijk dit. Mario die tegen lava kan. Het moet niet gekker worden, jongens. Ah, in deze game wordt het eigenlijk alleen maar gekker en gekker continu. Oké, en door, door. Oké, nu moet ik wel even opletten dat ik niet weer gelijk in de lava spring. Want nu kan ik er natuurlijk niet meer tegen. Oké, zijn we nu op het middelste plateau. Ga ik het plateau hier pakken. En ik denk dat we dan wel een beetje bij het einde zijn. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Wat gebeurt er allemaal? Ik ga in ieder geval even deze weghalen, want die zijn irritant. Huh? Huh? Wegwezen. Oh, ik kan gewoon niet op je hoofd springen? Meen je die? Zit ik het nou mezelf gewoon lastiger te maken dan dat het zou moeten zijn? Nou, dan gaan we maar even weer geduld hebben. Gaan we maar gewoon een beetje hier staan wachten, zo tot we eindelijk die pilaren, die buis hierin kunnen. Doei! Oké, deze bol pakken. Zo, en die brengt ons dan... Die zorgt er dan voor dat we strakjes hier in de top van de vlaggenmast kunnen springen. En dan moeten we alleen nog even... één wonderzaadje kopen. En dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt als we naar de andere kasteel gaan. Dus hier even één kopen. Oh, dit is gewoon gratis. Nog beter. En dan kunnen we ook nog hier naar links. Oh ja, dan moet ik jou weer 50 munten geven om dit weg te halen. Maar eigenlijk is het helemaal niet meer nodig. Het is alleen maar een shortcut, zodat ik niet om hoef te lopen. Nou, is goed. Geniet van je 50 bloemenmunten. Waar was dat kasteel? Dat was hier links, toch? Ja, kijk, deze. Hier ben ik dus benieuwd naar. Ik heb nu dus 25 wonderzaadjes. Nu kan ik deze eindelijk hier openmaken. Oh, dit is de expert badge. Dat is een turbo nummer 2. Sprint non-stop en supersnel. Bovendien heb je nadat je van de rand bent gerend nog kort mogelijkheid om te springen. Oh, oké. Oké, dus ik kan iets later springen dan wat ik nu doe. Dus ik moet springen en dan kan ik... Hoe laat kan ik springen dan? Jeetje, tot waar kan ik springen? Oh, helemaal tot daar. Kan ik helemaal tot... Dit is wel sick. Je ziet zeg maar tot waar je dan kan... Oeh. Ja, ik sprong nu dus alweer te vroeg, hè. Ik sprong nu alweer te vroeg. Kan ik nog terugkomen? Ik denk het niet. Oké, laat maar. Je moet dus echt heel laat springen. Hier pas. En dan... Ja, dan kunnen we zo... Oh, jeetje, wat is dit allemaal voor gekkigheid? Dit is wel een lastig level, moet ik eerlijk toegeven. Dus, ik kan gewoon zo rennen. En dan ongeveer hier springen. Rennen. En dan hier springen. En dan moet ik daar ook weer later springen voor die 10 munt. Oh my god. Ja. Dus dat is gewoon zo rennen. En dan hier rennen. En dan was daar springen. En dan nog later springen. Oké. En dan hier. Ja, hè. Jeetje. Ik heb hem te pakken hoor, jongens. Dat duurde wel even. Oké. Het is zo onnatuurlijk om op deze manier te springen. Dat je gewoon de hele tijd doodgaat. Soms springen dan ook weer veel te laat. Oh, oké. Ik moest dus wel hierin. Ik dacht dat ik het fout had gedaan. Nee, ik moest hier helemaal niet in. Ik wil die 10 munten hebben. Dus dat betekent dat ik nog eventjes door moet springen. Ja, sneller, sneller. Ik spring de hele tijd heel snel. En dan vinden jullie het ook weer niet goed. Godverdorie. Zie je, ik moet hierin. 10 muntje. En dan hier naartoe. Een beetje doorrennen. En dan pas daar springen. Nou, dan hebben we die ook weer. Er gaat er zelfs nog een pad naar links. Ja, hier zijn nog meer badges te verdienen. Volgens mij ga je hier gewoon allemaal speciale badges verdienen in dit stuk. De onzichtbaarheid nummer 2. Oké, dus als ze dan onzichtbaar zijn, dan kunnen vijanden mij niet zien. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven. Ik vind het ook moeilijk om mezelf te zien. Je ziet die stofwolkjes daar opblazen. Maar ik vind het heel moeilijk om gewoon te zien waar we zijn. Ja, ik heb de eerste 10 munten te pakken. Oké, dan bouncen we nu rustig hierop. Even goed naar de stofwolkjes kijken. En dan door. Probeer een beetje in het midden te blijven. Ja, volgens mij. Je ziet de stofwolkjes op het plateau. Dan pakken we nu die volgende 10 munt. Ja. Oké. Beetje naar voren nu. Want dan kunnen we nu door. En ja, kijk. Oké, het gaat wel. Het gaat wel. Ik zou kunnen proberen om Lakitu nu natuurlijk te pakken. Maar dat lukt niet echt. Ja, dat lukt wel. Nu moet ik nog even in het wolkje zien te komen. Ja, lekker. Ik zit in het wolkje. Hopelijk kunnen we de volgende 10 minuten dan met het wolkje pakken. Ja, lekker dit. Lekker. En dan ja, bovenin de vlaggenmast. Ja. Top dit. Ik kan gewoon zeggen dat ik onzichtbaar Lakitu heb verslagen. Dit zijn goals. Ik denk alleen wel dat ik onzichtbaarheidsbadges niet zo vaak ga gebruiken. Maar we kunnen dus nu dus alweer verder naar de volgende. Dus spring weer nummer 2. Oké, hup, non-stop en spring hoger dan normaal. Oké, is cool. Ik vertrouw dit voor geen meter, hè. Dit gaat toch fout? Wat bedoel ik? Ze worden wel steeds moeilijker. Ik spring dus altijd met een aanloopje. Oké, door.
En door. Gewoon doorspringen. En ja, top. En de vlag pakken. Als je eenmaal in de flow zit, dan is het wel lekker. Ik zit nu even niet in de flow. Ik probeer de flow weer terug te pakken, hoor. Even één tel. Zo. En dan door. 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 Jeetje, wat een gekke badges zijn dit, man. Dat is toch niet te doen. En door. En door. Gewoon lekker door laten springen. Hoppakee. Ja, lekker eerlijk dit. Nu kan ik mijn tempo niet meer vasthouden. Ik zit nu helemaal niet in de goede flow. Maar ik heb de team badge wel. En we gaan door. En we gaan nog verder door. We gaan door naar de checkpoint. Wat een irritante badge is dit. Oké, dat bedoel ik. 1, 2, 3. Nee, dit zal wel dus in één keer moeten. Oké, uitdaging. Uitdaging geaccepteerd. Ik denk dat ik echt op het puntje moet. En dan... Oh my god. Wat zie je nou te lachen, Mario? Vind je helemaal niet grappig? Nu heb ik hem. Dit is hem. Ja! Wat een gedoe. En zo te zien waren er nog meer. Kijk maar, want het gaat nu door nog verder naar links. Wat zitten hier dan nog voor badges? Oh, dit is de speciale wereld. Blijkbaar heb ik nog niet alles gehaald. Is hier een geheime uitgang of zo? Kijk, als je op de map kijkt waar ik nu zit, dan zit hier links nog een level die ik nog niet heb gehaald, zo te zien. En deze hebben allemaal vinkjes achter de wonderzaadjes en deze niet. Het level heet onder de voeten. Heeft denk ik een geheime uitgang. Ik denk dat ik weet waar het is. Hier heb je een buis waar je dus water uit kan halen. Dan zou je dus hier omhoog kunnen springen. Zo, via de muur en dan zo. En dan denk ik dat het hier is. Wat gebeurt er dan? Waar gaat dit helemaal naartoe? We gaan deze volgen. Ja, hij gaat echt heel ver terug. Oh. Oh, kijk, ja, hier zit een geheime deur. Ja hoor. En dit moet het zijn. Dit moet het zijn. Heel cool gedaan. Heel nice. Een soort van schaduwwereld van waar we net waren, volgens mij. Oh, en hier is inderdaad een buis. Dan komen we hier uit. Ja. Kijk, pakken we even de olifantenslurf. En dan springen we hier boven in de buis. Ja. We hebben het volgende wonderzaadje. Zit dus blijkbaar eentje extra hier. Oh, wat lachen. Je kan dus ook gewoon een poplin nog water geven. En dan verandert hij in een regenboog. Zag je dat? Dat was leuk. En dan hebben we hier dus nog één level. De snikhete stenen. Oh, we moeten gewoon naar de andere kant van dit level nu of zo. We moeten gewoon nu door naar links in plaats van naar rechts. Kan ik hier boven deze alvast water geven? Dus dat het ook... ja, kijk. Ik weet niet of we daar nog naartoe komen. Maar misschien is dat handig. Zo. Oh. Oké. Top. Dit, denk ik. Ik denk dat dit moet. Was dit het al? Ik heb het gevoel dat er nog meer was in het level. Dit was het. Ja, we hebben nu alles gehaald hier. Alle wonderzaadjes gevonden. Hier in de zesde wereld ook. Nice. Dus in de volgende video gaan we naar Bowser's kasteel. Dan gaan we zijn kont schoppen. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die, denk ik, laatste video van Mario Wonder. Mazzel.